Opdat ik al je geheimen opdraaf. Als zoon van opper-bad guy Wijlen Frits van Houten maakt Jack in 2005 zijn opwachting in GTST. Hij stort zich meteen op de onschuldige Shores, niet wetende dat dat zijn zus is. Toen ik zelf Goede Tijden keek, was inderdaad in de tijd van Frits van Houten. Dus ik vond het wel leuk dat ik de zoon van Frits was, ja, absoluut. Ja, dat ik werd inderdaad verliefd op een hele mooie dame die uiteindelijk mijn zus bleek te zijn. Het was natuurlijk wel grappig, dat blijft natuurlijk zo. Door de jaren heen vallen Anita, Lorena en zelfs good old Janine voor de charmes van de stoere regisseur. De actrices hoeven niet op met het acting terug te vallen om hun gevoelens voor Marky Mark geloofwaardig te laten overkomen. Loved, you are loved, you loved. Casanova? Nou, hij heeft natuurlijk wel aardig wat vrouwen versleten. Absoluut, Jack is een enorme Casanova. Ik kan me ook nog wel één scène herinneren. Dat ik Jack moet bekennen dat ik vreemd gegaan ben met Ludo. Dat je spullen pakt, papier ondertekent en weggaat. En daar hebben we erg veel pret mee gehad met die scène. Ik zeg altijd voor de grap, je moet weten hoe Mark in het echt is. Voor mij is het gewoon echt een hele leuke, lieve en iets wat onhandige jongen. Maar ondanks al dat gerollenbol in Hotel de Rozenboom door de jaren heen, is er voor Jack maar één echte soapliefde. Bij Mark en Lieke lopen fictie en realiteit keihard door elkaar heen. Er ontstond gewoon een hele mooie liefdesrelatie op de set. En daar kijk ik met veel plezier op terug. Ik vind elkaar allebei nog steeds erg lief. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Een dramatische exit is voor elke acteur dé manier om je soapcarrière af te sluiten. Maar bij Jack vloeit het bloed niet door de straten van Meerdijk. Een onschuldig zeiltochtje om de wereld laat de deur naar een comeback wagenwijd open. Ik vind dit verhaal wel bij Jack past, als ik eerlijk ben. Zo is hij ook de serie ingegaan en zo gaat hij er ook weer uit.